Met de Advent bereiden we ons als gelovigen voor op de komst van Christus. Maar wat betekent Advent voor u en hoe beleeft u dat? Het eerste woord dat ik zou verbinden met het woord Advent is misschien wachten. Je kan een onderscheid maken tussen verwachten en wachten op. Wachten op is eigenlijk meestal voor iets positiefs. Je wacht op iemand. Ik wacht niet op een pandemie. Ik verwacht wel dat die ooit zal gedaan zijn. Dus het substantief verwachting zijn misschien twee dingen die niet helemaal hetzelfde zijn, maar het werkwoord maakt het onderscheid. Advent is wachten op. En wat is het belang ervan? Dat is door te wachten kan een verlangen naar boven komen. Als je voortdurend verstrooid bent, als je nergens op wacht, omdat je eigenlijk alleen maar bezig bent met wat nu aan de gang is, dan kan er ook geen echt verlangen groeien. Dus Advent staat in verband met verlangen. En wat of wie verlangen we? We worden daarin opgevoed door de geschiedenis van het Godsvolk in de Bijbel. De Joden verwachten de Messias. Wij wachten op hoe God naar ons toekomt, want Adventus betekent komen naar, advenieren is komen naar iets toe of naar iemand toe. Dus we hebben toekomst in die verwachting en in dat verlangen. En stilaan zal de Advent ons er ook van bewust maken, denk ik, dat wij zijn niet alleen maar de wachtende persoon, maar de God die we zullen ontdekken is de God die op ons gewacht heeft, die naar ons verlangt. En dat legt uit, denk ik, waarom de Advent niet een voorbereiding is op het liturgisch jaar, maar wel de eerste periode van het liturgisch jaar. De Advent zal heel het liturgisch jaar meespelen, zoals heel ons leven Advent moet zijn. Zoals heel ons leven ook kersttijd is, en vastentijd, en paastijd, en alles. Advent is een tijd van wachten en verwachten. Maar wat betekent dat nu in deze coronatijden? Vandaag wachten veel mensen op het einde van de pandemie. Is dat voor christenen anders? En als dat een verschil maakt, hoe is het wachten van de Advent voor christenen anders dan het wachten voor niet-gelovigen? In deze pandemie worden we geconfronteerd met een bepaalde vorm van verwachten, bang verwachten. Het niet meer mogen verwachten, want mensen zijn overleden. Dus het is op zichzelf een hele negatieve vorm van geconfronteerd worden met tekort en wat er niet is enzovoort. Als christen verwacht je natuurlijk dat het zo vlug mogelijk voorbij is en we doen alles wat mogelijk is opdat het zou gedaan zijn. Maar tezelfde tijd, en dat is weer wat de adventsperiode ons kan leren vanuit de Bijbel, kan deze op zich geen negatieve periode ergens een positief element bevatten. Wat we doen in die coronaperiode is moeten loslaten ondanks onszelf. Dingen loslaten die we nooit zouden loslaten, omdat ze goed zijn. Ofwel, misschien zijn ze niet goed, maar we laten ze toch maar niet los. Dus de corona verplicht ons van dingen los te laten. En dan kan ik tegen de muur aanstormen en zeggen, het zou moeten anders zijn, maar dat is het niet. De muur zal nou wel sterker zijn dan mijzelf. Ofwel kan ik zeggen, ik aanvaard dat als een... Ten eerste aanvaard ik het. Het is een soort fiat, het zij zo. We hebben daar ook mooie voorbeelden van. En natuurlijk, Maria die zal fiat zeggen in de adventsperiode. Maar Jezus die ook zal fiat zeggen in Gethsemane, enkele maanden later. Dat is dan een andere ingesteldheid. In plaats van alleen maar te ondergaan, aanvaard ik het. Maar het fiat van Maria en van Jezus was nog meer dan alleen maar ondergaan of aanvaarden. Het was een positief aanwezig zien van God, ook in de meest negatieve situatie. En ik denk dat veel mensen in deze coronaperiode die ervaring ook al opgedaan hebben. Door zich de vraag te stellen bijvoorbeeld van, wat is eigenlijk de zin van mijn leven? Waar komt het eigenlijk op aan? Hoeveel mensen hebben niet hun eigen familie ontdekt dankzij de corona?
Ik zeg dankzij natuurlijk tussen aanhalingstekens. Het gaat niet om de corona als dusdanig, maar de corona heeft daar een kader geschapen dat het mogelijk heeft gemaakt dat precies dat een ander verlangen kon naar boven komen, waar men misschien meer van leeft dan van wat men dacht tot dan toe. Dus voor de christen, ik zou zeggen, is dat hetzelfde als voor iemand anders? Ja, hij ondergaat het en hij lijdt eronder zoals iedereen. Ik zou durven zeggen nee, omdat deze periode ook een uitgelezen periode kan worden, wat de Bijbel dan de Kairos noemt. En eigenlijk een periode waarin iets kan gebeuren dat belangrijk is.